Hi, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn bij de Kikkerkoning. Ja, echt zulke leuke, schattige dingetjes. Je hebt de Fred in Den Haag. Frederik Hendriklaan ook wel. Enige winkel. Echt zulke leuke. Ik voel me weer helemaal kind. Ik wil spelen. En gewoon van die dingen die je gewoon weer een bepaald gevoel geeft. Van ja, vroeger, weet je. Is toch te leuk voor woorden dit? Van die mooie boeken ook. Weet je, nou ja, dit is dan weer niet helemaal mijn afdeling. Het is verkleed partijtjes. Dat is meer dit, hè? Ja. De ridder. Van de ronde tafel. Ik klap even het scherm weg, want anders zit ik altijd naar mezelf te kijken. We zijn nu even dus op zoek, ja, inderdaad. Naar spulletjes voor baby shower, voor kindje die 1 is geworden. Al die vrienden van ons zijn namelijk allemaal aan het voortplanten. Ja. En aan het voortplanten geweest. En daar moeten natuurlijk leuke cadeautjes voor komen. Het is zo moeilijk, want alles is leuk. Dicht. Oh. Nou, muziekinstrument is misschien nog een beetje te klein voor. Ik vraag zo ook af of daar de ouders ook klein mee zijn, hè? Ja, precies. Muziek daar. Is en die van Mariska die moet nog geboren worden natuurlijk. Dus, nou, we hadden al wel een leuke muziekdoos. Ja, te schattig, die moet je even niet. Muziekdoosje. Eet smakelijk. Smakelijk! Kijk, dan kan ze er allemaal dingetjes in doen. Ringetjes, strikjes, wat ze wil. En dat doen we natuurlijk aan de achterkant. Kom maar niet te lang, dan worden ze gek. Schattig, hè? Superleuk. Je moet ook een beetje aan een film denken en zo, hè? Dat is een horrorfilm. Zo'n enge clown in. Nee. Ja, maar kijk, dit boek, even serieus. Dit is toch prachtig? Nou, wat ik zo mooi vind hier, is dat het dus geen Bart Smit is. Nee, nee, precies. Je ziet echt een beetje van het mooie ouderwetse speelgoed gewoon. Echt prachtig. Weinig elektronica gewoon. Verhaaltjes, boekjes, puzzeltjes. Veel hout, hè? Veel hout, inderdaad. Van die collectors itempjes. Kijk, en deze, op deze ben ik zelf verliefd. Die wil ik eigenlijk gewoon voor mezelf. Dat is deze. Oh, hij glinstert zo mooi. Prachtig. Echt. Ja, die is wel mooi. Heel cool. Het is een spaarpot. Kijk, en dit hebben ze ook voor de kinderen die helemaal gek worden van alles wat ze hier kunnen aanraken. Heel leuk. Fijn stijl. Kikken. Dan moeten de kinderen gewoon even achterlaten. Dat is toch te gek. Super vet. Echt heel leuk. En die is ook leuk. Ik hou van pakketjes. Oink, oink. Ja, oh, val bijna. Oh, nog een keer. Wat ligt hier? Gok een trein. Ja, kijk, dit dus. Ja. Het is niet heel moeilijk, maar... Het bleek toch van wel. Voor sommigen.
Wat gaat het worden? Oh, ik heb nog eens iets leuks. Ja, ja. Sorry. Ja, ja. Ja, ja, is goed. Sorry. Dit is de unieke. Zo'n ouderwetse telefoon. Kinderen houden wel van bellen. Ja. Ja. Dit gaat hem worden. Oké. Nee, dat is petit prince. Ja, nee, nee. We zijn klaar. Kijk eens. Zo, het is een beetje, het is een beetje overbelicht. Hier, hè? Oh, ook wel. Pak die. Nee. De kikkerkoning. Ja. Doe maar eens open. Superleuk inpakpapier ook. Netjes. Netjes. Onwijs goed geslaagd. Liefde is samen op de motor. Zeker. Hey. Lekker hoor. Eventjes op weg naar Kijkduin. Even lekker op het zand liggen. Of wacht hoor. Zo. We gaan heel even op het strand genieten. We zijn net in de Japanse tuin geweest. Dat was mooi. Misschien zijn we wat te verwend, want we vonden het niet bijzonder. Niet waanzinnig of zo. Ah, was leuk. Dan gaan we weer rijden. Oh nee. Wat is dit nou? Mama zei dat jij die heel erg leuk vindt. Hé, hey, dat is mijn toch? Ja. Ja. Ben je mooi? Goed uit. Wat? Ja. Zo. Nee, gelukkig. Kun je afstrepen van het lijstje?